Hallo, dit is Marky 2200 weer en vandaag heb ik de Glock 18, of beter bekend de G18 van Call of Duty Modern Warfare 2 en Modern Warfare 3. De G18 is in Modern Warfare 2 een erg populaire machinepistool vanwege zijn power die hij allemaal heeft. Hij schiet met een extreme hoge vuursnelheid van 1111 kogels per minuut en met stopping power is het een 3-shot kill. Negeer dat gepiep, dat is mijn vader die aan het werk is, of die aan het klussen is. De trekker werkt, het magazijn kan eruit. Het is wel een extreem klein magazijn, dit is het magazijntje, want anders verder kon ik niet vanwege dit gedoe hier. Dus, maar ja. En dit kan ook. Ik heb ook extended mags, maar gewoon dit ding er al gewoon zo aan. En waar dan heeft hij wel een rechte magazijn vergeleken met het handvat. Dat ziet er niet echt heel erg uit, maar het werkt. Nou ja. Nou ja, dit is dus de richtkijker. Gewoon zo, ik heb die ene richtkijker van Modern Warfare 3 genomen, want de richtkijker van Modern Warfare 2 was een beetje moeilijk te maken. Het heeft ook zo'n select fire dinky, waarmee je hem semi-auto of automatisch kunt maken. En het heeft zo'n ding waarmee zo'n de kogels eruit kunnen. Nou ja. Verder heb ik niet echt wat te melden. Ik wilde hem eerst ook akimbo maken, maar ik heb veel te weinig van dit soort dingetjes hier, dus dat werd hem niet. Als ik nou zeg maar gewoon een pistool heb, zoals de, weet ik veel, de M9 of de USP, die zou ik misschien akimbo kunnen maken, maar voor zover kan ik hem niet akimbo, kan ik de G18 niet akimbo krijgen. Nou, volgende wapen wordt of de MP9 van Modern Warfare 3 of de UMP45 van Modern Warfare 2 en 3. Ik laat zeg maar in de link, laat ik zeg maar zo'n polly aan of zo, hoe dat ook maar heet. Dan kun je zeg maar stemmen op welk wapen je volgende keer wil. Dus of de MP9 van Modern Warfare 3 of de UMP45 van Modern Warfare 2 en 3. Nou ja, dit was dus Marky 2200 en ik spreek jullie later.